Nou, we hebben het gehad. En het viel op zich nog best mee. Hè? Het was heel gezellig, jongens. Het was heel gezellig. We hebben... Het was één grote hal. En het was best wel gezellig. De sfeer was wel goed. En het was wat minder officieel dan Finitoli altijd is. Niet zo pretentieus. Maar goed dat ik geen pak aan had. Want dan was ik echt serieus de enige geweest. Ja, het was wat meer losjes. Ik heb kinderen gezien die rondrennen. Heel veel kinderen, ja. Inderdaad. Veel mensen die hun kinderen ook bij zich hadden. Niet alleen de bezoekers, maar vooral ook de wijnhuizen zelf. En honden. Op een gegeven moment stonden we bij een wijnstand. En toen rook ik nog wat wiet. Maar aan de andere kant... Ja, dat heb ik nog toevallig ook. Bij één wijn heb ik in de proefnotitie staan. Dus die moeten we denk ik helaas terugproeven om te kijken of dat nou uit de wijn kwam. Of dat er om het hoekje iemand stond te paffen. Stond te blowen. Maar ondertussen was het gewoon een professionele sfeer. Het was ook helemaal niet het stereotype, alleen maar hipsters of zo. Dat viel eigenlijk allemaal wel mee. In ieder geval, we hebben 17 wijnhuizen... Ja, daar gaat het uiteindelijk om, hè? De wijn. Ja. De wijn, we hebben 17 wijnhuizen geproefd, waarvan er toch helaas 11 echt wijnen hadden met serieuze wijnfouten. Wat hebben we zo wel opgeschreven? Rottende kaas. Geitenkaas ook iets. Geitenkaas. Ik vind geitenkaas lekker, maar niet per se. Niet in mijn wijn. Nee. Moet ondertussen even op de route letten. Schapenvlees. Veel walnoot, inderdaad. Eén wijn, was dat een rosé? Ja, dat was een rosé en die smaakte Nee, dat was een Beaujolais, was dat. Ook Camel, of was het? Ja, Camel. Ja, Beaujolais, dat was interessant. Dus aardbei en Gerbilkool is dat van. Ja. Ik had vroeger als kind... Als je meer verschoond in zoveel weken. Had ik gerbils, soort muizen. Nee, dat was ook... Geen muis, toch? Ja, geen succes. Maar in ieder geval, ik denk dat we... Nou, bij de helft van de wijn of zo walnoot hebben opgeschreven. Dat is gewoon het typische als een wijn geoxideerd is. Ja. En soms had je dan echt, dan rook je eraan en dacht je, nou, dit ruikt eigenlijk wel interessant. En dan, goh, en dan neem je mond en dan was het ook nog wel oké. Okay. Ik had gewoon even Verona aan. Volgens mij moet je eraf zo. Ja, okay. Ja. Maar vervolgens dan spuugde je hem uit. En dan kwam in de nasmaak echt keihard die walnoot opzetten. Dus Dus 17 wijnhuizen, daarvan zijn er 11, nou ja, gewoon met serieus mislukte wijnen. Dus dat zou je niet aanraden om... Serieus mislukte wijnen. Om dan langs te gaan. Ja, behalve als het doel was om een wijn te maken die naar schapenvlees smaakte. Dat kan, hè. Met iedereen zijn smaak. Maar je weet het niet, ja. Ik denk dat dat niet het doel van de wijnboer was. En het is gewoon... Ik snap niet hoe het kan, maar dat die professionele wijnboeren daar allemaal staan en je gewoon durven een wijn in te schenken die extreem geoxideerd is, die gewoon één slok en die hele mond zit vol. En je dat gewoon echt met een droog gezicht staan te laten proeven. Ik ga het ze ook maar niet zeggen. Ik heb bij één wijnboer heb ik het gezegd, want oké, we hebben 3 hele mooie wijnhuizen ontdekt, waarvan we de 1 al kenden. Maar dan hebben we 2 andere. En zelfs bij die 2 kwam je af en toe een heel klein beetje walnoot tegen. Dan durf ik het nog wel te zeggen, want als niet alles helemaal stijf staat van de walnoot, dan een van die heren, Giuseppe, die geloof ik uit de Chianti, die trok toen ook een nieuwe fles open en die fles had het niet. Dus dat was veelbelovend, maar ja, alsnog als je zo weinig sulfiet gebruikt, dat sommige flessen het wel hebben en sommige niet, ja, voor de verkoper is dat natuurlijk niet erg handig. In dit geval was het wel zo, want dit was een wijn uit 2015. Maar we hebben allerlei jaargangen van hem geproefd, terug tot 2005. Ja. En die was echt, zo lekker. Echt fantastisch. Dus nou, in ieder geval, die wijn die is houdbaar. Maar dus de score, 17 wijnhuizen, 11 gewoon echt niet, moet je gewoon niet aankomen. 2 tot 3 die gewoon oké wijn maken waar niks mee fout is. En maar is het gezegd. Niet echt boeiende wijn. Ja. En 3 tot 4 die gewoon echt wel heel interessante en goede wijn maken, waarvan we wel 1 kenden. Eentje trouwens, interessant. We zijn niet de enige die wijn importeren in Nederland. Maar die vond ik wel half interessant, want ze hadden niet alle wijnen staan. Dat is Zuselin uit de Elzas. Die hadden een hele lekkere... Hier moet eraf. Ja, hier eraf. Ja. Hadden een hele lekkere Riesling staan. Ook wel interessant, maar ik weet van hun ook dat ze fantastische Pinot Noir maken. En dat wordt geïmporteerd in Nederland. Niet door ons, maar door een leuk bedrijf uit Maastricht. De Voyacek. Dus... Bijna Zuselin, als je een keer iets spannends zoekt.
Die was op de vierde plaats geëindigd, denk ik. En dan hadden we nog 3 toppers. Ja. Serena? Ja, even kijken. We hadden 3 toppers. Inclusief Paulo Bea, of je bedoelt ja, die Spaans ook? Ja, ja oké. Okay. Oh, ja, die was ook nog wel... Ja, die was oké vergeleken met een heleboel meuk die we ervoor hadden geproefd. En op een gegeven moment dan stel je je eisen een beetje bij. Maar laten we zo zeggen, er waren er 3 waar we echt van onder de indruk waren. Laat ik die dan maar even noemen. Ja. Dus de eerste was Paulo Bea en die hadden we natuurlijk al. En daar zijn we toen ook begonnen. En het mooie is, ik denk dat die andere 2 misschien eigenlijk nog wel specialer waren. Maar als je wil weten... Alleen hij was het meest stabiel ook. Hij was de, Paulo Bea is ook de voorzitter van Viniveri, van dus het consortium die dit dus doen. Hij doet dit al jaren. Volledig contactgestoorde figuur trouwens. Want, het is gewoon niet aardig. Hij is niet aardig. Het is gewoon geen land. Ik ben meerdere keer op het wijnhuis geweest. Maar het is geen land mee te bezeilen. Geen herkenning. Vorm van sociale interactie. Nee, totaal niet. Wel, als je op het wijnhuis langskomt, je kan ook als particulier langs gaan. Dan geeft hij zo 2 uur lang een rondleiding hoor. Dat is, maar als hij maar over de wijn praat, dan is hij maar niet sociaal contact hoeft te hebben. Nee. En het wijnhuis zelf ziet eruit. Het is helemaal uit natuursteen. Want hij is ook architect zelf. Of ingenieur van natuursteen. En het ziet eruit alsof het zo uit Space Odyssey 2001 of zo komt. Je kunt alsof het zo kan opstijgen. Zeg maar. Dus het is een hele leuke combinatie tussen heel modern en heel oud. Omdat de materialen die gebruikt heel oud zijn. Maar zijn proefnotities waren wel het meest uitgebreid. Dus zijn wijnen zijn wel het meest. Ja, zijn wijnen zijn wel het meest complex. En wat dat betreft is het meest bijzonder en ook het meest stabiel. Want zoals we zeiden, er waren 3 echt bijzondere wijnhuizen. Maar 2 daarvan hadden ook 2 wijnen die dan een heel klein beetje toch walnoot hadden. Ja, laten we naar die gaan jongens. Want de filmpje moet niet zo lang worden als die intro. Nee, maar hij had er echt helemaal geen. Fantastisch, kom het kopen. Kom echt heel erg lekker. Ja, wel allemaal nieuwe jaargangen, maar echt super lekker. Nou, maar dan echt nieuwe dingen. En de eerste, dat was van een wijnhuis. We hebben vooral gesproken met de eigenaressen. En dit zijn in 2 super nerds ook. En moet je naar Milano of waarschijnlijk wel, hè? Ja. Ja? Oké. Okay. Telepas weer. Oké. Okay. Oh. De heenweg niet gehad, wel? Nee. Oké. Yes. Tol betalen. Zij is electrical engineer. Zij werkt vooral met artificial intelligence. En hij is bioloog. En zij noemde dat als voordeel in die zin dat als zij die wijn maken, dan kan hij dus ook heel goed proeven van dit is er aan de hand met die wijn. Bijvoorbeeld een bepaalde bacterie die nou naar voren komt en dit gaat vanzelf weg of hier moeten we iets aan doen of niet. En het idee is dus natuurlijk met die duurwijn dat er zo min mogelijk aan gedaan wordt. Het was wel het meest vreemd, dit wijnhuis, of het meest specifiek, meest gekke smaken, maar wel heel lekker. En ik heb bij een van die wijnen ook echt opgeschreven, even kijken, hoe had ik het nou omschreven? Niet per se lekker, maar wel fantastisch. Beter dan dat kan ik het niet. Ja, maar dat was een tanksample, maar ze hadden ook hele mooie gebalanceerd erbij. Ja, dus noem eens wat smaken die erin voorkomen in de witte wijn. Vlierbloesem, muskaat, tijm, basilicum, rode appel, ziltig, cashewnoten, lindenbloesem. Okay. Dat is hun arnijs, dat is een witte wijn uit Piemonte. Ja, met een beetje muscato. En de rode, misschien de laatste, dat is Nebbiolo, dus dat is de druif van de Barolo. De Barolo, 90 jaar oude stokken. Ja. Het leuke is, zij zijn pas 3 jaar bezig, dus hun eerste wijn is in 2016. Ja. Maar ze hebben wel een heel oud wijnhuis gekocht, dus die stokken zijn 90 jaar oud. Nou, oh ja, en ze hebben een Nebbiolo Rosé en die was ook heel lekker. En die had een heel klein beetje restzoet, 5 gram restsuiker, maar net een beetje geproefd. En zij legde uit dat Barolo rond 1800 in deze stijl was. Omdat ze toen dus niet wisten wat ze eigenlijk aan moesten met die tannine die dus uit die Nebbiolo komt. Dus daar maakten ze dan dus zo'n lichte rosé van. Dus geen contact met, of nauwelijks contact met de schillen waar je dus die tannines uit krijgt. Ja, ook niet rosé met hoog fruitzuur. Het was echt, nee. Het was een echte wijn. Ja. Maar dit is blijkbaar dus hoe 200 jaar geleden Barolo was. Ja. Ja. Maar goed, hun laatste rode wijn. Mos. Jam. Kers, vossen, bessenkompot, rozen, dennennaald, amarenekers, roze peper, majolein. Ook nog wel iets hartigs of zoiets. Is dat niet shiitake of zoiets? Ja, maar, ja. Een soort paddenstoelen. Fantastisch, heerlijke combinatie van. En sowieso heel sterk van smaak, maar een beetje naald, mos-achtig. Heel erg
fruitige smaak. Ik geloof amarenekers, maar ik hoor even niet wat je net zei. Ja, amarenekers. En iets hartigs, dus shiitake. Dus het heeft van allerlei verschillende smaakgroepen wat. Nou, dat worden wij heel blij van. Nou, en dit was dus zeg maar in de meeste duidelijk herkenbare vorm natuurwijn. Dus helemaal niet gefilterd. Dus je zag heel veel droesem zitten. En ze hadden het verpakt trouwens in halve liter flesjes, 500 milliliter. Dus niet 750. Mag je alsnog behoorlijk geld voor neerleggen. Maar ja, de enige wijn die heel licht geoxideerd was, was een tank sample. Dat was die rosé, als ik me niet vergis. Dat was niet rosé, dat was die Moscato, die 100% Moscato. Ah, oké, maar in ieder geval was een tank sample, dus dat zou kunnen. Hè, dat het, ze gebruiken een heel klein beetje sulfiet bij het bottelen, maar als ze typisch is, een tank sample maken, dan doen ze dat niet. Dan halen ze het gewoon uit het vat en dan kan het dat in een paar dagen toch een heel klein beetje gaat oxideren. Ja, en dat was Moscato 100%, maar dat was ook de meest rare, want die had ook nog eens basilicum, honing, dennenappels, mos, olijfolie en lychee. Volume van smaak echt gewoon 200%, gewoon te veel gewoon. Maar goed, ze zei ook wel, het is echt nog een wijn die aan het ontwikkelen is, dus gewoon heel raar. Een experiment, ja. Oké, en de winnaar, misschien dat zij wel de winnaar waren eigenlijk qua interessantheid, maar interessantheid, hoe lekker de wijn was, is de winnaar helaas. We hebben uit alle landen geproefd, jongens. Portugees, Slowakijs, Frans, hoe moet ik hier? Rechtdoor. Rechtdoor? Yep, ja, rechtdoor. Frans, wat hebben we nog meer? Spaans. Nou, ik vergeet een aantal landen waarschijnlijk, maar Italiaans. En uiteindelijk was het lekkerste helaas toch weer uit de Toscane. Toscane. En Chianti, het is niet anders. Ja. En een hele aardige, hele bescheiden man. Spreekt geen woord Engels. Nee, en zijn dochter ook niet. Ze zat er heel mooi bij te wezen, maar die... Heel jong meisje, maar of tenminste jong puber, zeg maar. Maar geen, sprak ook geen woord Engels. Ze hebben 4 hectare, geloof ik. Ja. Dus het is niet veel. En hij maakt dus al heel lang wijn, want de oudste jager die we geproefd hebben is 2005. Dat was de mooiste wijn, denk ik, van de dag, hè? Ja. Dus, het was een dag van extreme. We waren natuurlijk heel sceptisch, maar we weten natuurlijk ook wel dat het heel goed kon zijn. Omdat Paolo Bea ook een van de betere wijnhuizen, of een van de beste wijnhuizen die we kennen. Hoe heet dit wijnhuis? Pian del Pino. Pian del Pino, ja. En dit was dus vandaag ook zo, dus we hebben zowel... schapenkaaswijn en gerbilwijn, dus wijn met muizengeur, zeg maar. Dat is trouwens een bekende wijn, een soort van bekende natuurwijnfout. En dus ook echt fantastische wijn geproefd. Maar het stomme is gewoon een beetje dat ik zit nou al te denken, wat ga ik inkopen, hoe ga ik het inkopen? Het is wat prijziger, het is allemaal echt fantastisch, maar hoe stabiel is het? Komt het heel aan in Nederland, weet je wel? Dat zijn van die dingen. Maar wel, op zich, kijk, we gaan 4 dagen nu naar Venetië, wat een wat serieuzere beurs is, maar serieuzer in ieder geval klassiek. Ja. Ik doe het toch weer gewoon netjes mijn pak aan, want dat helpt daar wel. Moet naar Verona Noord? Nee, rechter. Daar proef je, we gaan daar in 4 dagen nooit zoveel fouten bij de proeven. Dan kom je daar zelden tegen eigenlijk. Nee, maar niet per se interessant, nee, net zo interessant. Waar. Dus ja, je hebt minder die extreme van... En ik kan me dus heel goed voorstellen dat je dus die high, hoe zeg je dat? Ja, die hoge pieken, zeg maar, dat je dat dus fantastisch vindt. En dat je dan dus die extreme fouten er dan maar op te koop toeneemt, omdat dit dan interessant is. Dat kan ik helemaal snappen. Ja, want het is inderdaad zo dat... Ja, en het moet wel gezegd worden, even over natuurwijn. Kijk, het is niet alsof wij sceptisch zijn over natuurwijn in deze zin. En dat natuurwijn, hè, zoals ik eerder in het andere filmpje al zei, is een heel... breed concept, omdat het dus helemaal niet een gestandaardiseerd iets is. Maar eigenlijk wat wij bedoelen is vooral lage sulfietwijn. Daar zijn we sceptisch over. Want je hebt gewoon best wel veel beslissingen die je kunt nemen als wijnboer om zo minimaal mogelijke interventie te doen. Waar wij verder helemaal achter staan. En die de meeste van de wijnhuizen die wij hebben eigenlijk ook al doen. Dus het rare is dus dat we hebben het dan over natuurwijn en niet natuurwijn. Terwijl het meeste wat in onze winkel staat... Ja, noem eens een voorbeeld van zo'n methode. Bijvoorbeeld. Nou, bijvoorbeeld dat je niet filtreert. Of dat je... noem nog eens wat. Niet
verklaart dat je autochtone druiven gebruikt. Oh ja, en dat je spontane vergisting doet. Ja, dat is iets wat heel erg gepromoot wordt bij natuurwijn. Autochtone gist. Dus er wordt geen gist toegevoegd. Of geen, ja, want je kunt gist gewoon kopen in een zakje bij zo'n groot bedrijf. Als je zegt van nou, ik durf het niet aan met de gist die er bij mij is. Of ik weet niet wat gist heeft. En kan enorm de smaak beïnvloeden. En als je dat niet aandurft of je wil gestandaardiseerd smaak. Dan koop je gewoon een gistcultuur. Dan weet je zeker dat die wint. En die gaat dan al jouw suiker omzetten in alcohol. Maar de vraag is gewoon, is het niet interessant als je de gist gebruikt uit de wijngaard en ga je dat risico nemen? En de meeste wijnhuizen, de betere wijnhuizen, de kleine familie wijnhuizen, het soort wijnhuizen waarvan wij dus al importeren, die doen dat al lang. Maar die noemen dat niet natuurwijn, omdat die niet die 50 andere beslissingen die dan wel of niet te nemen vallen, nee. Hè? Of ze identificeren ze het niet als zodanig of zetten het niet zo in de markt. Maar eigenlijk is dan dus het echte grote verschil waardoor wij denken van, hè, en waardoor dus die wijnfouten zoals walnoot, dus de snel geoxideerde wijn of die beetje stalluchtgeur en zo, dat valt dus te ondervangen met onder andere sulfiet. Dus het is vooral dat lage of geen sulfiet gebruik waar wij zo sceptisch over zijn en niet zozeer die andere beslissingen. En die zijn ook niet zo heel erg bijzonder alleen maar voor natuurwijn. Dat die dus eigenlijk al heel vaak gedaan worden in die wijnhuizen. En sulfiet heeft ook geen invloed op de smaak. Behalve als je het niet hebt en het dus die wijn slecht wordt. Maar anders, hè, dan heeft het geen invloed. Dus het is alleen maar iets of je. Dus dat niet filtreren bijvoorbeeld. Als jullie onze wijn kennen, Palio di Pianeto, dat is dat wijnhuis in Sicilië waar we zo gek op zijn. Die doet dat niet. Die identificeert zich helemaal niet als natuurwijn, maar die doet dat bijvoorbeeld niet. Het gebruiken van de autochtone gistculturen, dus dat wat gewoon daadwerkelijk op die druiven al voorkomt in de wijngaard, dat doet denk ik 95% van de wijnhuizen waar wij van importeren. Ja, iets minder misschien. Ze doen het vaak voor een betere wijn en dan maken ze voor de zekerheid ook een wijn met waar ze gist toevoegen, zodat ze zeker weten dat dat. Ja, van zo'n wijnhuis dan de wat meer basiswijn, maar laten we zeggen dus. Vrijwel alle wijnen die wij verkopen boven de 15 euro zal dat mee zijn, toch? Bij ons in de winkel. Dus in ieder geval niet zo, of voor ons, voor het type wijn wat wij al hebben, al niet zo bijzonder. Nou ja, in ieder geval heel verhaal, maar... We leven nog. ik bedoel ook qua autorijden hier. Is dit überhaupt wel toegestaan? Ik weet dat ik niet mag telefoneren. Nou, dan mag ik wel... Is dit nou vloggen trouwens? Is dit vloggen? Nee, die Italianen die... We kunnen ook niet uitrijden. We gaan dadelijk weer heerlijk eten en dan slapen en dan moeten we morgen het weer gewoon door. Het is keihard werken. En dan moet je wel je pak aan. Ja. Dan moet ik ook nog strijken trouwens. Okay. Nou jongens, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik weet niet of jullie nog aan het luisteren zijn, maar heel wat geratel over natuurwijn. En het is heel interessant en ga het zelf ontdekken, zou ik zeggen. Ja, en wie weet kopen we het gewoon in en dan kun je het bij ons gewoon proberen. Ciao.